Breda Nu. Je weet het meteen. In Breepark Breda werd voorafgaand aan Chesto's Club Live Show een Young Talent middag georganiseerd door DJ School Breda. Op deze Dance Music Playground kon het jonge DJ-talent van Breda demo's laten beluisteren en workshops volgen als produceren en mixen van eigen muziek. Als klapper op de vuurpijl kwam niemand minder dan Thijs Verwest, ook wel bekend als DJ Chesto, langs voor een meet and greet en een fotomomentje. Mag ik jou even storen? Jij bent hartstikke druk bezig, zie ik. Ik zie een hele mooie pet met Chesto erop. Ja. Zie jij zelf ook een beetje zo'n leven voor je als Chesto? Een klein beetje. Ja? Want hoe lang ben je al bezig? Ik denk 2 jaar. En wat is je droom? Waar zou je naartoe willen? Ibiza. Ibiza? Ja. Ushuaia, denk ik. Ja? Ja. Ja, dat lijkt mij ook wel wat. Ja, het is natuurlijk super om te zien dat de jeugd zo met muziek bezig is en dat die kennis ook wordt overgedragen. En daar speelt de DJ-school een belangrijke rol in, dus ja, hier moest ik wel even bij zijn. Vanuit uw eigen interesse of vanuit de gemeente? Ook vanuit economische zaken en vanuit de gemeente vinden we het belangrijk om dit te ondersteunen. Dus een klein beetje beide. Nou, wij proberen met name de jongere DJ's proberen wij zoveel mogelijk te behoeden voor eventuele fouten die zij nog in hun carrière tegenkomen. Dus wat dat betreft kunnen ze ook alles aan ons vragen. Of dat nou gaat over gezondheid, of over financiële, of over juridische zaken. Ze kunnen met alle vragen kunnen ze bij ons terecht. Gaat u straks wat demo's beluisteren? Nee, ben ik niet goed in. Daar heeft u ook mensen voor. Kan ik geen advies in geven, nee. Het begint al heel vroeg, hè, qua leeftijd. Alle ruimtes vol, eventpartners gewoon super gelukkig. Thijs echt heel erg positief over het feit dat Breda zo naar buiten komt met talentontwikkeling. Hij heeft het net ook gezegd, ik ben jouw ambassadeur. En ik heb hem ook een gouden hanger gegeven met het logo van DJ-school Breda. Ik ben de DJ-school gestart vanuit eigen kracht en dat blijft ook gewoon zo. Maar ambassadeurs zijn van harte welkom. We gaan nu serieus, waren we al, maar nu de dance-industrie zegt gewoon dit is het. Thijs, hoe is het om weer terug te zijn in Breda? Heerlijk. Ja? Ja, is leuk. Het is mijn oude vertrouwde stad. Hè? Eindelijk weer terug in de hometown. Hè? Ja. En een hele mooie locatie om te draaien. Want dat was natuurlijk nog nooit een locatie als Breepark. Dus een soort Bredaanse Zygodoom, dus het is heel gaaf. Ja, je bent ook een van de eerste, dus je hebt nog een mooie primeur ook. Ja, het is echt super. Ja, ik heb net rondgelopen en geweldige locatie. Mag ik je heel veel plezier en succes wensen vanavond? Ja, zeker weten. Dankjewel. Hey, welkom thuis. Ja, dank je. Breda Nu. Je weet het meteen.